lovies, welkom bij weer een nieuwe aflevering van Wedding Tips and Tricks. Vandaag gaan we het hebben over hulp op de dag zelf. Tip 1. Schakel een weddingcoördinator in. Het is namelijk super fijn om iemand te hebben die het overzicht heeft, die alles voor je regelt, zodat jij en je familieleden heerlijk kunnen genieten van jullie mooiste dag. Tip 2. Maak een wedding emergency kit. Ik als weddingplanner heb altijd een koffertje bij me met van alles en nog wat om ervoor te zorgen dat jullie dag vlekkeloos verloopt. Want het kan natuurlijk wel gebeuren dat er onverhoopt een draadje ergens los zit of dat er een vlek gedept moet worden op een speciale manier. Al dat soort dingetjes heb ik in mijn kit zitten. Zo'n kit kan je ook makkelijk zelf maken. Tip 3. Zoek hulp bij het plassen. We onderschatten namelijk hoe moeilijk het is om te gaan plassen in een trouwjurk. Deze is voor de ladies. Een hele gekke tip, maar is heel effectief, is in plaats dat je achteruit gaat zitten op het toilet, zit naar voren, dus met je buik naar het reservoir toe. Ik hoop dat jullie me een beetje snappen en anders zal ik een plaatje hieronder zetten. Maar dat is echt de meest effectieve manier om naar het toilet te gaan. Anderzijds kan je ook aan een vriend of vriendin vragen of die je jurk omhoog houdt tijdens het plassen. Een andere tip omtrent het plassen is een bepaalde, ja, een zak is het eigenlijk bijna, een kruising tussen een zak en een hoepel kopen die je jurk omhoog houdt. Ik zal een linkje hier onderin plaatsen. Confessions of a Wedding Planner komt uit elke eerste woensdag van de maand op Wedding Wednesday. Maar wil je meer weten of heb je vragen? Aarzel dan niet om contact met mij op te nemen via de onderstaande link. Tot dan, lovies!